Yo, wat is bij jullie klaar voor de gaan we weer verder met Zelda, Wind Waker. Ja, gaf daar weer mee verder. En vandaag zitten we hier, maar de vorige keer zijn geëindigd. En dat je dan oog. Hé, dat zie ik nou mooi. Hé, dat zie ik hier wel mooi. Hé, we hebben een boomerang. Trouwens, was het pijl en boog laatst gekregen. Die hadden we nou. Dat is heel irritant, dus ik kan mijn gamegeluid kan ik niet horen. Dus als er iets van. Je moet dit horen om daar langs te komen. Ja, hey, ik kan niks horen. Dus ik ga het fixen voor de volgende paar afleveringetjes. Voor deze aflevering hoor niks, dat je dat weet. Dat het misschien is dat ik soms op geluiden heel gek reageer. Want ik hoor ze niet. Ik wil wel, als iets mij raakt als dit, voel ik wel de controle trillen. Want ik zit gewoon op een originele controller. Maar ja, nee, dood. Kut. Dat is jammer. Dat is balen, hey. Balen, hey. Jammer, yo. Waar is het ding? Hier is het. Het beeld is ook een beetje aan het knipperen, rollen. Ik weet niet wat het is. Ik ga het fixen, weet je. Ik ga het fixen. Dus ik heb even één aflevering dit. En bij Twilight Princess, kijken hoe het daar gaat. Dat is sowieso een donkere spel. Dit wordt nou wel heel erg, hey. Deze moeten we op. Ik zie het. En dan moeten we nu op deze. En dan gaan we vanaf deze gaan schieten. Op die. Want die kunnen we hier nou heel mooi raken. Nee, eigenlijk niet. Nou, op zich, dat gaat nog helemaal heel slecht. Plop. Die beweegt nu, oké. Deze, als je deze mist. Oh. Headshot. Kist, oh nice. Wat zit er in de kist? Ik gok op rupees. Dit is nou zo'n kleine kist die niet heel veel bijzonders in. Een small key, oké. Best wel interessant. Gaan we vanaf dit platform verder omhoog. Weet je, je moet een beetje doorpuzzelen. Maar je komt er wel, we komen er wel. Vanzelf, we komen er vanzelf. Dan gaan we op deze. Oh, fuck. Overnieuw. YOLO! Ja? Oké, legit. YOLO! Ja! Oh, ik voel mezelf nou echt pittig, bro. Hier kom je nou niet meer op, of wel? Ja, kom je wel nog op. Maar ik niet. Ik ben schril. Ik ben schril, ik spring ernaast. Hé, hey, dat is niet chill. Laten we een andere weg proberen trouwens. We gaan er naar rechts nu proberen. Dat leek mij wel een strak plan, want daar rechts, daar kom je op niks uit volgens mij. We gaan gewoon rechtdoor. En dan gaan we een beetje zo schuin springen, even wachten. Jump. Goed zo Jeroen, je bent bijna. Dan gaan we hier naartoe. Naar dit stilstaande platformje. Ja, goed zo, meteen door. Ja, dood. Bam. Die is dood. Oké, chill. Dan, waar moeten we naartoe? Ik gok hier naartoe. We kunnen een oog daar bovenop raken. Nee! Fucking. Damn it, ik was er bijna. Wat ik nu zie is dat hier bovenop een oog is. Kunnen we die vanaf deze kant hier raken? Of is het zo gemaakt dat het niet kan? Let's try. En dat laat een kist verschijnen. In die kist zit iets wat wij nodig hebben. Anders zou het oogje daar niet zijn. Anders zou het niet zo moeilijk maken om die kist te krijgen. Of moeilijk. Nou, op dit is best wel moeilijk hoor, zo'n parcoursje. Ho. Ik verpest het weer. Ik verpest het weer. Nice. Ik denk dat dit wel een goed liedje gaat worden. Ik ga wel een downloadbare versie maken voor... Zweden. Ja, ik denk dat dit wordt een hit in Zweden. Ik voel het. En als je nou het gevoel hebt van, nee Jeroen, dan wordt het niet. Ja, jammer dan. Het wordt het. Het is bij deze besloten. Het wordt een hit in Zweden. Ja. Ik ben zo goed in parcours. Dat zie je al gelijk. Op zich gaat het nog best wel. Oh, kut. Ik loop te ver door. Kut leven. Ja, klopt. Zeker. Hop, 1. En wachten. Dit is haalbaar, 2. En wachten. Dit is haalbaar, 3. En wachten. Haalbaar, 4.
En 5. Ja, kijk. Komt hij 6. En 7. Ja. Dan komt hij nu 8. Ja, en dan een kist. En dan zit erin een kompas. Oh, what, really? Ben ik voor dit hier naar boven geklommen? Voor stomme bloemetjesketting. Die heb je toch al zo fucking veel. Waarvoor ben ik hier van naar boven moeten? Waarvoor zou ik hier voor zoiets simpels dit hier naar boven moeten klimmen? Het is een dwaalspoor. Dwaalspoor zeg ik je. Dwaalspoor. Oh, hey. Wat? We kunnen op het randje staan. Awesome. Pittig awesome. Dan springen we er waarschijnlijk overheen. Nou, go. Zo zijn we dus weer hier. En aan de andere kant heb je een bom nodig. Hey. Weet je wat ik heb? Ik heb bommen. 25. Wow, dit spel denkt gewoon na over de spullen die ik nodig heb. Nice. Goed, laten we zeggen... Oh, waarschijnlijk als je die openbreekt, stroomt hij meer water in. Kan je niet meer naar die andere kant toe. Gebeurt er aan die andere kant ook weer iets bijzonders. Ja. La la la, na 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 na. Bam. Kut. Kut, 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 kut. Na na na, na na na. Na 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 na. Nou, 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 damn it, waarom niet? Hup, dood. Waarom gaat dit niet kapot? Drop. Zo dan maar. Het gaat gewoon niet kapot. Het is zo van, ha, Jeroen, ja? Fuck jou, ik ga niet kapot. Dus. Andere manier verzinnen om aan de overkant te komen. Ik zou zeggen vliegen, maar dan ga je weer een stuk omlaag. Dan maak je het hier omhoog. Ja, dus wat je denk ik nodig hebt is een kut. Niet een, je hebt geen kut nodig, maar het is kut dat ik dat deed. Ja, logisch. Bommetje erbij. Oké, wat hebben we hierboven? Oké, oneindig vastzittende spul. Ik heb trouwens die code vergeten om deze dingen te laten bewegen. Ik heb in één keer een geniaal idee. Zou dat kunnen? We gaan het gewoon testen. Het werkt. Het werkt. Haha. Nice. Heel random kwam ik op een idee en het werkt. Nice. We moeten er even meer op gooien. Want ik weet niet of we het zo kunnen halen. Gooi ze gewoon alle vier erop. Dan heb ik sowieso genoeg gewerkt om mij te tillen. En misschien om hem nog wat hoger te krijgen. Hop. Dat is die. En hier hebben we nummertje 4. Gooi die erop. En dan is het zo van plop. Oh. Kut, die is in het water gevallen. Nou, YOLO, dan maar met 3. Oh, wat, hij komt terug te staan. Wat is dat voor magie? Als je het verneukt. Oké, dan. Hop. Alle 4 staan ze erop. Mooi. Dan is deze stabiel, of niet? Ja. Yes. Dan is het zo... Yes! En we hebben daar rechts een smalkie gehaald. Dus dan kunnen we er doorheen. Dan zijn we hier. En hier zijn lampjes. Hele mooie lampjes. En zo gaan de lampjes uit. Maar de lampjes. Die. Hier, dit moet je duwen. Lijkt me nog obvious. Hey. Maar toen was dat liedje van het was zo dan bla, la la la. Nope, ik weet niet meer. Damn it, waarom ben ik het liedje vergeten? Jeroen, waarom vergeet je het liedje? Oh, daarachter is een poppetje. Zou je dat poppetje kunnen raken met dit liedje? Zou dat kunnen? Geen idee. Ik moet wel eventjes wind veranderen. Oh, oh, wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Oh, 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 oh. La, no, no, no. Da, 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 da. Waarschijnlijk zit hij echt helemaal naast. Snow White. Oh, man. Oh, man. Oké, snel. Haal hem hierheen.
Hotse vlot, hotse vlot. In ieder geval, ik ben het liedje vergeten. Het spijt me. Voor de volgende keer iets om te doen. Deze aflevering, hey. Nuttigheid tot de max. Zeker. Hey. Ik heb een idee. Ja, nee, helaas. Het zou heel mooi zijn als dat had gewerkt. Heel mooi, heel mooi. Bijna net zo mooi als een motel. Nee, misschien nog wel iets mooier dan een motel. In ieder geval, hier kan je opstaan. Dit is zo fucking genius. Ik weet niet of het de bedoeling is. Maar we kunnen er zo overheen. Ja! Ja! We did it! Yes! Yes, we zijn er overheen. Nice. Nice. Mijn beeld spaced een beetje. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie je de volgende keer weer. De volgende keer is waarschijnlijk beter beeld. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk de volgende keer. Doei.